Zo, allemaal. Het is even apart zo achter een computer, achter een beeldscherm. Ik zie jullie allemaal niet, jullie zien mij allemaal wel. Ik hoop dat het geluid en het beeld allemaal goed zal doen, maar daar ga ik wel vanuit. Nou ja, de titel zegt het hier al. Believe in yourself and be you. Ik weet niet hoe goed jullie Engels op dit moment is, maar hier staat eigenlijk geloof in jezelf, maar ook vooral wees jezelf. Zorg dat je jezelf kan zijn op elk moment dat je jezelf wil zijn. Wie ben ik dan? Nou ja, meester Jeroen. Ik word ook wel Jeroen Manschot genoemd, zo ben ik geboren. Ik ben 38 jaar, ik woon in Houten, dat is bij Utrecht. En ik ben sinds 2011 ben ik scheidsrechter in het betaald voetbal. Zoals jullie zien staan, ben ik in de masterclass begonnen en daarna de seniorlijst. Seniorlijst is eigenlijk de hoogste groep voor scheidsrechters die altijd de eredivisie fluiten. Jullie zien een heel mooi stadion op de achtergrond. Dat is de Kuip in Rotterdam. En dat was voor mij altijd een droom om daar te mogen fluiten. En dan denken jullie vast, Jeroen, scheidsrechter zijn. Waarom wil je nou scheidsrechter zijn? Want de scheidsrechter krijgt altijd gezeur om zich heen. Ik ga jullie proberen te vertellen waarom ik dat wil en waarom ik het altijd gedaan heb. En vooral dat het belangrijk is dat je gewoon jezelf kan zijn op het veld, maar ook rondom het veld. Waar ben ik begonnen? Ik ben bij SV Houten begonnen. Dat is een club in Houten, dat zegt het al. Ik begon daar met voetballen en na het voetballen ben ik eigenlijk gaan kijken van joh, wat vind ik leuk. Want voetballen, ik kon echt niet goed voetballen. Ik zat altijd in de C3 en in de B7, altijd hele lage elftallen, maar ik vond het wel altijd superleuk. Tot ik in de A kwam, dus de onder 19 is dat tegenwoordig. Dat is een soort selectievoetbal en daar zat ik eigenlijk meer op de bank dan dat ik voetbalde. Als je in de selectie komt te voetballen, dan moet je altijd een vrijwilligerstaak doen voor de club. Want we weten, het is heel belangrijk om de kleedkamer schoon te hebben, om scheidsrechters te hebben. Nou ja, noem het maar op. En ik koos ervoor om scheidsrechter te worden. Dus ik ben bij SV Houten als pupillenscheidsrechter begonnen. Dus ik ben gaan fluiten bij de jonkies. Dus de kinderen van 7, 8, 9 jaar. En ik was zelf een jaar of 16, 17. Maar dat vond ik zo leuk dat ik de keuze heb gemaakt om te gaan fluiten in plaats van door te gaan met voetballen. Nou, daar begon eigenlijk al een beetje het commentaar of de meningen van kinderen van ja, fluiten, hoezo ga je nou fluiten? Voetbal is toch veel leuker? Want al mijn vrienden die gingen altijd op het voetbalplein en op het veldje om de hoek gingen ze voetballen en ik was altijd degene die ging fluiten. En ze stonden me altijd een beetje aan te kijken van ja, waarom ga je nou fluiten? Voetbal is toch veel leuker? Maar ik vond het echt veel en veel leuker. Ik ga jullie zo meteen vertellen waarom. Als je voor de club fluit, fluit je eigenlijk in principe alleen maar bij je club. En fluit je nog niet voor de KNVB, dat is eigenlijk zeg maar de grote voetbalbond, hè, waar het Nederlands elftal van is. Toen ben ik begonnen om bij de KNVB te gaan fluiten. Daar moet je een aantal cursussen voor doen. En vanuit de KNVB kan je dus naar allemaal clubs in de buurt. Dus zowel in Houten, Utrecht, Nieuwegein. Ik ging overal naartoe en ik ging allemaal andere wedstrijden fluiten, buiten Houten om. En dat vond ik zo leuk en dat vond ik zo gaaf om te doen, dat ik daar gewoon mee ben doorgegaan en helemaal gestopt ben met voetballen. En toen was ik een jaar of 17 dus. Vanaf dat moment was het wel heel belangrijk, want ik moest iets doen, omdat ik ambitie had. Nou, voor degene die niet weet wat een ambitie is eigenlijk een dingetje wat je later wil worden, waar je denkt, nou, dat wil ik super graag, dat wil ik altijd doen, dat wilde ik ook worden. Nou, ik wilde scheidsrechter worden. En jullie zagen het net al aan de foto, de Kuip, ik wil een keer een wedstrijd in de Kuip fluiten. Maar ja, als 17-jarige jongen kan je een hoop willen, maar je moet nog heel veel dingen doen om dat te kunnen bereiken. Uiteindelijk heb ik het wel mogen bereiken en heeft daar wel bijna 20 jaar heb ik erover moeten doen om dat te kunnen bereiken. Dus het is ook niet zo dat ik nou ja, in een 4, 5 jaar tijd dat kan bereiken wat ik had gewild. Maar dat is wel de periode waarin het begon dat ik feestjes moet afzeggen. Mijn vrienden gingen altijd uit. Hè. Ik kwam op de leeftijd dat ik wel eens naar een restaurant ging of naar een kroeg ging of naar een feestje moest. Dat moest ik afzeggen, want ik moest zaterdagochtend moest ik gewoon fluiten. Dus op vrijdagavond lag ik gewoon om 9 uur 's avonds in bed, omdat ik op zaterdagochtend heel vroeg eruit moest om een wedstrijd te fluiten. En sommigen deden daar nog wel eens raar over. Ik had het voor mijn idee heel veel vrienden en heel veel goede vrienden. Alleen die begonnen dat een beetje vreemd te vinden dat ik een keuze maakte om vroeg naar bed te gaan en niet mee te gaan naar een feestje of iets te doen met elkaar. Dat waren bewuste keuzes voor mij. En ik heb altijd die keuzes gemaakt. Ik heb altijd mezelf gesteund in die keuzes. Alleen het werd dus niet altijd door mijn vrienden of door mijn klasgenoten werd dat gesteund. Die vonden dat altijd maar vreemd dat ik andere dingen verkoos.
Dat is helaas, zijn een aantal vrienden daardoor ook echt niet meer de vrienden die het waren. Zijn het meer kennissen geworden, sommigen spreek ik al helemaal niet meer. Omdat ze mij eigenlijk niet steunden in hetgene wat ik wilde doen. En omdat ik mezelf wilde zijn en gewoon datgene wilde doen wat ik wilde doen. Dat begrepen zij niet. Uiteindelijk is ook het weekprogramma wat ik elke week draai. Dat vraagt ook heel veel van mijn tijd. En dat vraagt ook heel veel van de tijd van mijn vrienden, familie, gezin. Want zoals jullie zien, ik zal het zo meteen even uitleggen wat er allemaal staat. Is het een best druk programma als scheidsrechter. En elke topsporter zal dit waarschijnlijk hebben. Want je hebt gewoon te maken met goede trainingen, goede voeding. Geen gekke dingen doen door de week. Omdat je in de weekenden gewoon moet presteren. Maar dit vraagt dus heel veel tijd. Dit vraagt heel veel flexibiliteit van vrienden, van familie. Als ik bijvoorbeeld op maandag kijk, dan zien we dat we een fietsen- en hersteltraining doen. Om 's middags om 12 uur krijgen we altijd de aanstellingen. Dus op maandagmiddag om 12 uur hoor ik pas wat ik het weekend moet doen. Vrijdag, zaterdag of zondag fluiten, videoscheidsrechten of videoofficial. Dan hebben we maandagavond heb ik een training van een anderhalf uur. Dinsdagochtend heb ik een training. Dinsdagavond een training. Woensdagmiddag een training. Donderdagochtend een training. Dan donderdagmiddag lekker naar de masseur om de spieren een beetje los te gooien. Vrijdagavond nog een training. En dan heb je vanuit dit weekprogrammaatje heb ik ingevuld dat ik zaterdag videoscheidsrechter ben en zondag fluit. Dan heb ik op zaterdagochtend ook nog een lichte training voor de wedstrijd van zondag. Nou ja, dit vraagt dus heel veel tijd. En daarnaast werk ik ook gewoon nog. Ik werk ook nog bij de KNVB als videoanalist. Dus ik maak soort videoclips voor jonge scheidsrechters. Dus zoals ik, de leeftijd dat ik begonnen ben, 16, 17 jaar, maak ik clipjes van hun wedstrijden, zodat ze daar beter van kunnen worden. Maar ook hier vraagt het dus heel veel tijd. Dit vraagt ook heel veel van de tijd die ik eigenlijk ook met anderen kan besteden. Ook hier weer, als ik op zaterdag of zondag een wedstrijd heb, kan ik niet op vrijdag tot 1 uur 's nachts een feestje houden. Het is dus elke keer belangrijk dat je een goede balans vindt in alles wat je doet. Maar het is dus ook belangrijk dat die balans geaccepteerd wordt. Dat mensen om je heen dit fijn vinden en jou ook gunnen wat je doet. Want dan kan je pas datgene bereiken wat je zou willen bereiken. Nou, en wat ik inmiddels heb kunnen bereiken, dat zijn dus op dit moment 100 eredivisiewedstrijden. Die heb ik vorige week gefloten bij PSV Sparta. Dat was mijn 100ste wedstrijd in de eredivisie. Ik heb 101 wedstrijden in de eerste divisie. Dat heet ook wel de keukenkampioendivisie. En ik heb internationaal 35 wedstrijden waarbij ik scheidsrechter ben geweest. Of video official of videoscheidsrechter. Dat ik dit allemaal heb mogen bereiken tot nu toe. En ik hoop nog een jaar of 7, 8 mee te kunnen. Heb ik te danken aan vroeger. Heb ik te danken aan de steun van mijn vrienden. Aan de steun van mijn familie, mijn ouders. Mijn vader gaat bijvoorbeeld elke wedstrijd met mij mee. Elke wedstrijd die ik fluit, zowel bij de amateurs vroeger als bij het betaald voetbal nu, ging mijn vader met me mee. Die begreep wat ik deed, die steunde in wat ik deed en die vond het gewoon hartstikke goed dat ik gewoon mezelf kon zijn en gewoon datgene wilde doen en heb gedaan wat ik wilde doen. Ik zie dat er al een aantal vragen binnenkomen. Er wordt een vraag gesteld hoe lang ik dus scheidsrechter ben. Nou ja, vanaf mijn 16e dus. Ik ben nu 38. Dus degene die snel kunnen rekenen, is het 16, plus 10 is 26, plus 10 is 36, plus 2 is 38. Dus 22 jaar fluit ik. Hoe lang heeft u moeten leren om scheidsrechter te worden? Nou, ik ben dus op mijn 16e ben ik begonnen. En vanaf mijn 16e heb ik ongeveer 1,5 tot 2 jaar bij de club gefloten. Dus bij SV Houten. En het belangrijkste is doen, doen, doen. Je leert fluiten door heel veel wedstrijden te fluiten. Door veel fouten te maken, want van die fouten kan je ook weer leren. Een veelgestelde vraag, voor welke club ben je? Heel veel mensen zeggen, ja, je zegt toch wel dat je voor niemand bent, maar ik ben ook echt voor geen één club. Het Nederlands elftal, dat vond ik altijd superleuk. Ik heb het Nederlands elftal in de wedstrijden in Nederland en de wedstrijden in het buitenland heb ik altijd gevolgd. Ik ben er ook naartoe gereisd. Maar sinds ik eigenlijk een beetje op het niveau van betaald voetbal fluit, leek het mij verstandiger om niet tussen dat hossende publiek te begeven. Omdat mensen daar een oordeel over hebben. En dan kom je automatisch bij het puntje jezelf zijn. Hè? Want ik ben ook gewoon een mens. Ik hou ook van een feestje. Ik hou ook van voetbal. Anders sta ik niet op dat veld. Maar toch moet je soms slim zijn in dingen niet te doen. Nou, dat heb ik in die periode voor gekozen. Maar nu zie je mij gewoon overal weer. Als ik naar het Nederlands elftal wil, ga ik lekker naar het Nederlands elftal. Als ik naar een wedstrijd ga kijken, ga ik naar een wedstrijd kijken. Omdat ik gewoon vind dat mensen moeten accepteren dat ik ook gewoon van voetbal hou.
ongeacht van welke club. Dus op de vraag van welke club ik ben, het Nederlands elftal. Het is wel geen club, maar toch ben ik voor het Nederlands elftal. Van de Huibenschool willen ze weten, zou u een professionele scheidsrechter zijn als u minder geld mee zou verdienen? Zeker. Zeker. Waarom? Omdat ik op het hoogste niveau mee kan draaien. Ik sta tussen de beste voetballers. Ik sta in de mooiste stadions. Bij de mooiste wedstrijden. Ik maak de mooiste dingen mee. En dat is niet om te zetten in geld. Hè? Natuurlijk is het goed dat we ervoor betaald worden. Zeker met de mediadruk die we hebben. Dus de mensen die er wat van vinden. Maar als het een stuk minder zou zijn, zou ik zeker nog steeds dit doen. Want toen ik 16 was, kreeg ik er ook niet voor betaald. En vond ik het ook superleuk om te doen. En ben ik er ook mee begonnen. Ik ga even heel even door met mijn verhaal. Dan ga ik zo meteen nog wat vraagjes beantwoorden. Nou, het belangrijkste is natuurlijk, wees jezelf. Hè? Dat hebben we nu een aantal keer aangegeven. Dat je jezelf moet kunnen zijn en dat je jezelf moet willen zijn. En dat mensen moeten accepteren dat je jezelf bent. Ik heb hier een foto. Daar zien we een aantal mensen staan en die staan in hokjes. Ik weet niet of jullie dat ook echt weten, maar soms zeggen wij, de grote mensen zeggen als je moet mensen niet in hokjes plaatsen. Nou, wat zeggen we daar eigenlijk mee? Je moet mensen niet beoordelen om hoe ze eruit zien. Je moet ze niet beoordelen om wat ze geloven, wat voor kleur haar ze hebben, wat voor kleding ze dragen, wat voor hobby ze hebben. Accepteer hoe mensen zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Iedereen kan zichzelf gewoon moeten zijn. Maar mensen beoordelen om hoe ze eruit zien. Ik ben wel eens benieuwd, doe jij dat ook? En als je dat doet, waarom doe je dat? He? Want wat is gewoon? Ben jij gewoon? Is de ander gewoon? Ben jij raar? Is de ander raar? Wat is überhaupt raar? Het is gewoon heel belangrijk dat je mensen in hun waarde laat. Dat je mensen dingen laat doen die ze willen doen. Ik heb een kort filmpje. Het is een filmpje in het Deens. Nou, mijn Deens is niet zo goed. Jullie Deens denk ik ook niet. Ik heb het ondertiteld in het Nederlands. Maar ik zal daarna nog even kort uitleggen waar het filmpje over ging. Maar kijk gewoon heel goed en ik hoop dat jullie de ondertiteling ook gewoon mee kunnen lezen. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle gange kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem her i rummet var klassens klovn? And then suddenly, there's us. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us. We who are brokenhearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. And then there's all of us. So maybe there's more that brings us together than we think. Wat we eigenlijk hier zien, is dat er mensen in hokjes werden gezet vooraf. Dat er vragen worden gesteld. En die vragen moeten door de mensen beantwoord worden door naar een vak toe te lopen. En daarin zie je, zoals deze foto ook laat zien, dat er vanuit elk hokje altijd mensen in die hokjes zijn die dus hetzelfde hebben meegemaakt. Die het antwoord op de vraag hetzelfde hebben. Daarin zie je een jongen die in zijn eentje naar voren loopt om aan te geven dat hij biseksueel is. En dat anderen applaus geven voor het feit dat hij dat durft te laten zien. Deze foto laat zien dat dus iedereen, hoe je er ook uitziet, wat voor een hobby je ook hebt, wat je ook doet in het leven, je bent gelijk. Iedereen is gelijk. Dus wees ook vooral jezelf. Allerbelangrijkste.
Nou, ik zag weer wat vragen voorbij komen. Zeker de vraag wat mijn leukste wedstrijd ooit was. Daarmee geef ik ook gelijk antwoord op een andere vraag. Want daar werd gevraagd, fluit je ook wel eens met PEC Zwolle? Nou, mijn debuut, dus een debuut is een allereerste wedstrijd in de Eredivisie. Die heb ik gemaakt bij Cambuur tegen PEC Zwolle. Destijds op 16 februari 2014. Dat was tot nu toe mijn allerleukste wedstrijd, omdat die mij altijd bijblijft. Dat is namelijk het moment waar ik altijd naartoe geleefd heb en waar ik gewoon ja, heel veel goede herinneringen heb. Andere vragen waarop Ajax gefloten, de Graafschap gefloten. Ik heb alle clubs in de Eredivisie en in de Eerste Divisie al een keer sowieso gefloten. Dus alle clubs komen een keer aan de beurt bij me. Een vraag aan jullie, maar ja, jullie kunnen natuurlijk niet echt antwoorden naar mij, maar zet hem in je hoofd, beantwoord hem voor jezelf. Maar wat wil je later worden? Weet jij nu al wat je later wil worden? We zien hier een hele mooie ijsberg, boven het water en onder het water. Nou, ik had ook een doel. Ik wilde later scheidsrechter worden. Dat was toen ik 16 was mijn gedachte. Ik had een plan uitgestippeld en mijn plan was de fiets met één rechte weg naar de vlag. En de vlag was dan de Eredivisie. En zoals jullie zien, het bovenste deel is de weg, één rechte weg omhoog. Dus ik had zoiets van, ik word scheidsrechter en ik ga gewoon gelijk die kant op. Alleen de werkelijkheid, de realiteit, is het onderste plaatje. Daar zien we ook de fiets, daar zien we ook het vlaggetje. Alleen we zien ook heel veel gaten in de weg. Dat is nou eenmaal een pad wat je bewandelt. Dat is nou eenmaal als je ergens naartoe wil. Als je weet wat je later wil worden, dan ga je ook tegenslagen krijgen. Dingen ga je tegenzitten. We zien daar een aantal kuiltjes. We zien daar een aantal donkere wolken. Maar uiteindelijk zie je ook aan het einde de ladder. En die ladder heeft mij geholpen. Die heeft mij geholpen uit die tegenslagen. Dus alles wat tegen zat, ben ik eigenlijk veel sterker uitgekomen. Omdat ik zoiets had van, ja, maar laat me niet uit het veld slaan. Omdat een ander vindt dat ik het niet kan, ik ga bewijzen dat ik het wel kan. Dus anderen hadden een oordeel over mij, terwijl ik zoiets had van ja, je kan oordelen wat je wil, maar ik wil laten zien dat ik het kan. Nou, uiteindelijk is het me gelukkig ook gelukt. Maar dit is dus het verschil tussen hoe je het zou willen en hoe het dus daadwerkelijk gaat. Dus daar moet je dan rekening mee houden. Als jij een plan hebt voor later bijvoorbeeld, wat je wil worden, dan heb je dus kans dat er ook tegenslagen zullen zijn. Nou, diezelfde ijsberg zien we hier nog een keer. Daarin zien we dat het topje van de ijsberg, dus wat boven water is, dat is wat de mensen zien. Als jij met een boot ergens vaart, dan zie je de bovenkant van die ijsberg. Die onderkant, die zien wij niet. Dus 20% van die ijsberg, die zien we. Die 80% daaronder, die zien we niet. Nou, wat mensen dus zien en wat mensen dus niet zien, is dit. De mensen zien jouw succes. Die zien, oké, nou ja, weet je, Jeroen, die kan alles maken, dat is hem allemaal gelukt, supergoed, echt knap. Maar dat komt hem allemaal aanwaaien. Want het lijkt voor heel veel mensen dat het allemaal gewoon vlekkeloos is gegaan. We hebben net het plaatje gezien met die fiets en die vlag, met al die kuilen erin en al die bergen en de ladder. Dat is het onderste deel, dat is die 80%. Dus omgaan met tegenslagen, omgaan met wat de media van ons vindt, wat de voetbalanalisten ervan vinden, wat het stadion, de publiek, supporters, mensen thuis. Dat moeten wij allemaal filteren. Wij moeten dat allemaal binnenkrijgen, maar we moeten het ook weer voor ons afzetten. Want ik wil mezelf kunnen zijn. Ik wil gewoon de scheidsrechter zijn, omdat ik het leuk vind om scheidsrechter te zijn. En mensen mogen daar een oordeel over hebben. Dat kan. Omdat ze het anders vinden. Maar je moet er wel sterk in staan. Op het moment dat jij niet tegen de kritieken kan, niet tegen tegenslagen kan, dan had ik die 20% ook nooit gehaald. Dan had ik dat succes ook niet kunnen halen. Nou, we zien in het onderste deel dus wat ik zei, tegenslagen, omgaan met kritiek. Maar het kan ook wel eens zijn dat je twijfelt aan jezelf. Ik heb ook heel vaak getwijfeld toen ik jong was. Van wil ik dit nou wel? Wil ik die feestjes wel missen? Wil ik wel elke dag moeten trainen? Wil ik wel op mijn voeding moeten letten? Wil ik wel mijn vrienden niet hoeven zien elke week? Moet ik bruiloften, verjaardagen overslaan? Want dat is wat er gebeurd is. En natuurlijk heb je die twijfel gehad. Maar ik heb wel telkens voor doel dat stadion gehad, de Kuip. Ik wilde per se in die Kuip fluiten. En dat gaat niet op het moment dat je dat onderste deel niet kan. Maar dat onderste deel kan ik alleen maar omdat mensen mij hebben gewaardeerd om hetgene wat ik deed. Familie, vrienden, klasgenoten, teamgenoten. Degene die mij daarin gesteund hebben zijn nog steeds mijn beste vrienden. Die snappen wat ik doe. En die begrijpen ook als Jeroen gebeld wordt van joh Jeroen, komend weekend hebben we een feestje. Maar we wachten wel even maandag 12 uur af. Anders zien we je wel toch? Voorheen hadden ze gezegd van, hè, zeg je af waarom, het is toch veel leuker met ons. Nou ja, kies maar weer voor dat fluiten. Ik kon gewoon mezelf niet zijn.
dat zijn dus ook mijn vrienden niet meer. Dat zijn dus, wat ik al eerder heb gezegd, gewoon kennissen die het leuk vonden waarschijnlijk, maar niet mij daarin steunen. Deze ijsberg kan iedereen tegenkomen. Die ijsberg, die heeft mij heel veel dingen gebracht. Ik heb net aangegeven wat eronder stond, hè, dat je tegenslagen, kritiek en zo. Ik was vroeger heel rustig. Ik zei niet veel in de klas. Mijn ouders hebben nooit problemen met mij gehad toen ik een puber was. Want ik accepteerde alles, deed nooit gekke dingen. Niet dat ik dat nu wel doe, hè, maar het heeft mij wel heel veel dingen gebracht. En wat heeft het mij gebracht? Nou, het is een moeilijk woord, dat noemen we competenties. Dus hoe mensen zich vormen, hoe mensen zijn. Maar door het zijn van scheidsrechter, door in de beginperiode mezelf kunnen zijn, ben ik scheidsrechter geworden. En het scheidsrechter worden heeft mij heel veel dingen gebracht. Heeft heel veel dingen geleerd. Heeft mij gevormd zoals ik nu ben. Ik durf heel veel beslissingen te nemen. Vroeger kon ik nog wel eens een dag twijfelen of ik nou pindakaas of hagelslag op mijn boterham wilde. Ik kon geen beslissing nemen. Ik vond het allebei lekker. Maar nu weet ik gewoon, ik denk dit. Dus in beslissingen nemen in algemeenheid is veel beter. Ik durf veel meer. Ik heb heel veel meer moed. Coachbaar staat erbij, mentale fitheid is heel belangrijk. Mentaal fit is bijvoorbeeld, hoe fit ben je in je hoofd? Ben je uitgerust? Durf je mensen aan te spreken op dingen? Of, zeker in wedstrijden, is de concentratie er? Ben je mentaal niet fit? Heb je niet goed geslapen? Is de concentratie ook een stuk minder? Dat zal je op school ook merken. Als jij een nachtje heel slecht geslapen hebt en je moet 's ochtends naar school en je moet meteen rekenen. Ik had altijd zo, ja, 3+3, wat was het ook alweer? Omdat ik gewoon nog vermoeid was. Ik was mentaal, was ik er niet bij. Communicatie. Ik kan veel meer communiceren met mensen. Ik kan veel duidelijker communiceren met mensen. Vroeger was ik heel stil. Nu praat ik misschien iets te veel. Dus het kan ook een nadeel zijn. Verkopen van je beslissingen. Samenwerken is onwijs belangrijk. Samenwerken. Jullie merken het ook in de klas. Dat je soms in groepjes met elkaar moet samenwerken. Er zal er altijd eentje zijn die het altijd net iets meer doet dan de ander. Maar toch heb je allemaal... heb je een functie in het samenwerken. Iedereen voegt iets toe met het samenwerken. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Iedereen kan zijn eigen ding inbrengen. Dat is onwijs belangrijk. En dat heb ik echt geleerd door het fluiten. Omdat ik met mijn assistenten, met de grensrechters moet samenwerken. Met de field official moet samenwerken. Met de videoscheidsrechter moet samenwerken. Als ik dat niet kan, kan ik op dit niveau ook niet fluiten. En ik heb die mensen kei en keihard nodig. Dus dit heeft het mij sowieso allemaal gebracht. Nou, om dat in plaatjes uit te drukken, heeft het mij dit gebracht. En er was net een vraag, zou je voor minder geld ook nog steeds professioneel scheidsrechter zijn? Ja, en dat is hierom. Zoals je ziet, ik kom in de mooiste stadions. Ik sta met de beste voetballers op het veld. Ik kom in de mooiste privéjets. En we staan bij de grootste bijeenkomsten. En dit doe ik allemaal omdat ik het leuk vind. Omdat ik het goed vind om mijn verhaal te vertellen. Omdat ik het... leuk vind om scheidsrechter te zijn. En de trips die we erbij krijgen. Dus de stadions, de internationale wedstrijden. Dat is voor mij een soort cadeautje voor wat wij gedaan hebben. En wat ik al die tijd, dus 22 jaar lang, opzij heb moeten zetten om dit te kunnen bereiken. Dus dit is voor mij een soort beloning. Een soort heitje voor karweitje. Ik zie dat we nog 5 minuten hebben. Dus ik wil wat vragen gaan beantwoorden. Even kijken, waar wil je nog een keer fluiten? Nou, het lijkt mij fantastisch om nog een keer naar Barcelona te gaan. Of naar Real Madrid, dat lijkt mij echt super gaaf. Favoriete voetbalclub, daar staat hier, heeft u nog wat vrije tijd? Nou ja, jullie hebben mijn planning gezien. De vrije tijd is niet heel veel. En de vrije tijd die ik heb, die besteed ik heel graag met vrienden, familie, gezin. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om ook die tijd met hun te besteden. Omdat ik al zoveel weg ben. Om een voorbeeld te geven. Als wij naar het buitenland moeten, ben ik 3 dagen van huis. Dus ik ga op dinsdag weg. Op woensdag hebben we een wedstrijd. Op donderdag kom ik pas thuis. Dat moet je dus allemaal wel kunnen regelen thuis. En daarom wil ik de vrije tijd die ik heb zoveel mogelijk met hun doorbrengen. Ben je zelf verliefd op een meisje of een jongen? Ja, ik ben verliefd op een meisje. Ik heb een hele lieve vriendin. Zij heeft 2 kindjes, dat zijn niet mijn kindjes, maar die zijn bijna 4 en bijna 6. Ze is super lief en ik ben hartstikke blij met ze. Een hele goede vraag. Ben je ook al eens gepest en waarom wilde je meedoen met de online gastlessen van Paarse Vrijdag? Ik ben vroeger
niet heel erg gepest, maar mensen hadden wel heel veel een mening over mij. Omdat ik ging fluiten in plaats van voetballen. Door al die jaren heen heb ik, wat ik net zei, heel veel dingen kunnen leren. Heel veel mensen vinden nu iets van mij. Als ik mijn naam google op Instagram, op Twitter, op Google, noem het maar. Dan komt mijn naam daar heel vaak voor, maar heel vaak negatief. Mensen vinden iets van mij. Mensen zijn het vaak niet met me eens. Mensen schelden me uit. Maar doordat ik zoveel jaren die ervaring heb en heb kunnen leren om daarmee om te gaan, doet het mij persoonlijk niet heel veel. Ik zoek er al niet eens op. Maar het is nooit leuk om te lezen. Ik zou liegen als ik zeg dat het me helemaal niks doet. Maar ik probeer het gewoon te vermijden en niet naar te kijken. En dan zal ik dus ook, zal ik hem ook minder aantrekken. En waarom ik meedoe aan de online gastlessen? Nou ja, de John Blankenstein Foundation. Jullie kennen John Blankenstein denk ik niet, maar dat is een oud scheidsrechter geweest. Die helaas is overleden. En ik vind het gewoon heel goed om kinderen, volwassenen, eigenlijk iedereen mee te nemen in een verhaal. Waarin je kan zien dat je eigenlijk een soort van rare hobby doet. Want dat is het, hè? Scheidsrechten. Wie wordt nou scheidsrechter? Maar dat het me ook heel veel heeft gebracht. En dat ik er gewoon heel blij mee ben dat ik destijds die keuze heb gemaakt. Hoe voelde het om je vrienden te verliezen omdat ze je niet steunden? Ja, dat doet pijn. Want je denkt dat mensen vrienden van je zijn. Je denkt dat mensen je steunen. En het grappige is dat sommige mensen nu ook terugkomen. Die zien dat je succes hebt. Althans, ik noem het een succes, want ik heb behaald wat ik wilde behalen. Dus voor mij is het een succes. Er zullen ook heel veel supporters zeggen, nou, laat hem maar lekker in de tweede klasse fluiten, want we vinden het geen succes. Maar ja, dat vinden ze omdat ze het niet goed genoeg vinden, of omdat ze voor een club zijn die hebben verloren. Maar ik vind dat ik succes heb gehaald. En nu zie ik dat mensen terugkomen, omdat ze zien van, nou, Jeroen heeft succes gehaald. Misschien kunnen we er ook wel deels van profiteren. Ik weet niet of dat het is. Dat is een aanname wat ik doe. Maar destijds heeft het mij echt heel veel pijn gedaan. Omdat ik gewoon dacht goede vrienden te hebben, maar dat waren ze dus niet. Heeft een speler wel iets naast tegen u gezegd? En zo ja, wat was dat dan? Nou, dat was vroeger. Bij de amateurs, dus op de clubs waar jullie ook voetballen, daar hoor je veel meer. In het stadion hoor je heel veel op de tribunes. Maar op het veld zelf van spelers hoor je bijna niks. Ze zijn ook allemaal het hoogste niveau. Zijn ook heel gedisciplineerd. Hè? Die willen alles geven voor de sport. Dat doen wij ook. En dat accepteren zij. Zij weten ook als wij een foutje maken, joh, dat kan gebeuren. Zij maken meer fouten, zeg ik altijd. De vraag, geven jullie volgend jaar weer zo'n gastles? Dat weet ik niet. Ik ben niet van de organisatie. Maar ik zou het zeker stimuleren om dit te blijven doen. Zeker gezien de animo. Denk ik dat mensen hier gewoon heel blij mee moeten zijn. En dat we dit gewoon elk jaar moeten kunnen doen. Maar dat is niet aan mij, maar ze kunnen me wel bellen. En dan doe ik nog twee vragen. En dan is het 11 uur. Het is meer een opmerking. Het is niet echt een vraag. De kinderen willen nu en later gelukkig zijn. En we vinden het super gaaf dat jij jouw geluk en de weg hier naartoe met ons hebt gedeeld. Je bent een inspirerend mens. Nou, mijn dank is groot voor die complimenten. Maar het is gewoon een verhaal wat ik heb meegemaakt. Het is een levensverhaal zoals velen van ons zullen hebben. Waarbij het bij mij misschien iets bekender is omdat ik op tv kom. Maar er zijn zoveel mensen, mijn buurvrouw, mijn buurman, die hebben ook inspirerende verhalen. Dus ik denk dat iedereen wel een goed verhaal heeft in zijn manier van leven. Als je maar jezelf mag blijven zijn. Dat is echt het allerbelangrijkste. Want als ik had geluisterd naar mijn vrienden vroeger, had ik nu hier niet gezeten als scheidsrechter, maar misschien als leraar of als accountant of als weet ik veel wat. Dus het heeft mij ook echt wel geholpen dat mensen mij in de waarde hebben gelaten. En dan de allerlaatste vraag. Wat vind je zo leuk zijn aan het scheidsrechten? Nou, het allerleukste is, wat ik ook heb aangegeven, tussen de beste voetballers, in de mooiste stadions, bij de leukste clubs, de mooiste reisjes. Maar het allerbelangrijkste vind ik is dat je met mensen om kan gaan. Dus het managen, dat noemen we het managen van een wedstrijd. Dus zorgen dat de wedstrijd goed verloopt. Dat eigenlijk alle 22 spelers allemaal hand komen geven. Dat gebeurt niet altijd, maar dat kan. Soms zijn mensen ook teleurgesteld. Maar dat is wel mijn doel. Dat ik 22 handen kan krijgen en dat iedereen zegt, joh, scheids, aan jou heeft het niet gelegen. We zeggen ook vaak, als we niet weten wie de scheidsrechter was, dan was hij waarschijnlijk goed. Dan is hij niet opgevallen en dan hebben we het vooral over het voetbal en niet over de scheidsrechter. Want het gaat niet om ons.
Het gaat om het voetbal. Het gaat erom dat mensen van het voetbal kunnen genieten. En wij moeten dat in goede banen leiden. Maar wij zijn niet die politieagent die alles maar moeten bestraffen. Nee, we moeten het zo regelen dat eigenlijk zoveel mogelijk mensen tevreden zijn over die wedstrijd. En dat vind ik het allerleukste. En dat vind ik de leukste uitdaging aan het fluiten. Nou, het is 1 over 11, dus ik heb iets van de tijd gesnoept. Mijn belangrijkste mededeling naar jullie allemaal is, wees vooral jezelf, want er zijn al zoveel anderen. Ga je niet aanpassen aan anderen, ga je niet anders voordoen, maar vooral laat mensen hunzelf zijn. Laat kinderen hunzelf zijn, laat ouderen hunzelf zijn. De hobby die ze willen, de jas die ze dragen, de kleur haar die ze hebben, het maakt niet uit. Welke muziek ze luisteren. We hebben allemaal dingen gemeen. We hebben het in het filmpje gezien. Iedereen heeft dingen gemeen met elkaar. En laten we vanuit die kracht kijken. En laten we kijken van oké, als iedereen zichzelf kan zijn. Kunnen we een hele leuke wereld hebben. Ik hoop dat het leuk was. Ik weet niet wat jullie verder gaan doen. Ik hoop niet dat jullie veel gaan leren nog. Maar gewoon een paar gastlessen nog volgen. En ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. En tot een volgende keer. En niet schelden, hè. Want als je scheldt, krijg je de rode kaart. Doei!